hallo, jij daar. Wat fijn dat je aan het kijken bent. Super gezellig. Het is nu lente en het is best wel lekker weer. En daar word ik altijd vrolijk van. Jij ook? Dan ga ik even naar buiten, bloemetjes water geven, genieten van de zon, even in de tuin zitten. Ik ga nu even kletsen met Anouk, een goede vriendin van mij. Ze was een hele goede voetbalster. Ze speelde bij Ajax en in het Nederlands elftal. Hey, Soepjan! Hey Anouk! Ik heb dus een paar dansjes bedacht. Ik ga ze voordoen en jij moet ze nadoen. Durf je dat aan? Ja, natuurlijk durf ik dat. Laat er maar eentje zien. En jij thuis kan natuurlijk ook meedoen. We beginnen met vier bouncen. Dit is bouncen. Dus een beetje zo door je knieën gaan op je plek. Daarna doe je rechterbeen naar voren en je linkerbeen naar voren. En als je je rechterbeen naar voren doet, gaat je andere arm met een knipje. Ja, ik ben natuurlijk best goed in dansen, dus ik heb nog een mooie voor je. Nu gaan we eigenlijk een trucje, dansje, alleen met de armen doen. We beginnen met twee armen tegelijk en daarna wordt hij lastiger, dus let heel goed op. Weet je waarom ik heel graag dans? Nou, omdat ik me gewoon heerlijk voel als ik klaar ben. Dan neem ik een kopje thee en dan... Nou ja, zover zijn we nog lang niet. Doe eerst deze maar eens na. We beginnen met twisten. Dit is twisten. Dus lekker die heupen losgooien en die armen meenemen. We gaan 4 seconden naar rechts, 4 seconden naar links. Zo, dat is wel een aparte dans. Ik ben eigenlijk een voetballer. Volgende stukje. Met je rechterhand tik je de buitenkant van je rechtervoet aan. En dat doe je 4 keer. Dus dat is... 1, 2, 3, 4. En vervolgens doe je het ook aan de andere kant. 5, 6, 7, 8. Zo. Oké. Nu het laatste stukje. Dus met de heupen. Naar voor, naar achter, naar rechts, naar links. Ja, ik snap hem. Heel groot rondje. Zo, dat was apart. Klaar voor? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Naar voren, zijkant, achter, links, rechts. Hey Anouk. Hoe vind je dat ik het doe? Soef, je bent echt goed bezig. Ik vind het knap dat je het probeert. Maar ik ben er toch net ietsje beter in dan jij. Ik ga nu een dansje doen die ik zelf het allerleukste vind. Als je deze doet, voel je je echt heerlijk. Weet je nou wat leuk is aan dansen? Je hebt eigenlijk alleen maar een beetje goede muziek nodig. Kijk, dat doe ik ook altijd met de bal. Ik maak gewoon een paar bewegingen, goede muziek erop. En kijk, hoppa, 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 hoppa. Oké, om even in te komen, beginnen we gewoon eventjes met zijwaarts stappen. Je armen meenemen, lekker soepeltjes, goed ritme houden. Daar gaat ie! Nou, als dit goed gaat, gaan we 2 keer. En probeer achter te kruisen. Ja, Soep, je bent goed bezig hoor. Hey. Zo. En dan gaan we, let op hè. Eentje door hè, let op. 1, 2, 3 en huppakee. Oh.
Huppakee, wow, huppakee. En als dat lukt, doe je het eindelijk klaar. Huppakee, en dan doen we nog de klapje erbij, hè? Ja, ja, en sneller, en sneller, en sneller, en sneller, en de, en de. Super trots op jou. Soef, ik vond het weer super gezellig met je. Zullen we ook een keertje gaan voetballen? Nou, de dansjes heb je echt super goed gedaan. Ik geef je daar een cijfer voor. Een 8. Wauw, een 8? Echt waar? Anouk, dank je wel. Daar ben ik echt super trots op. Doei Soef. Vond jij deze dansjes nou ook cool? Doe ze dan vooral na. Bekijk deze video opnieuw of nog mooier, maak een video en stuur het naar kidsclub@cruyffoundation.org en wie weet win jij een te gek sportpakket. Ik vond het super tof om met jou en Anouk te dansen. En Anouk, ga wel weer een keertje voetballen. Veel plezier, later!